Ik. Het is echt honden weer, echt scheid weer. En Nina moet zo meteen nog wel uit. Ik denk dat we gewoon een klein rondje gaan, Nina. Dit is Maan, zijn nieuwe videoclip. Nieuwe nummer van Maan. Nou, net weer van hond uitlaten. Het was niet echt zonder succes, want het waait echt super hard. En ik wou mijn muts op mijn hoofd doen van mijn jas. Maar die waaide ook zo wat weg. En de hond vond het ook niet leuk. Dus ja. Maar nu ga ik lekker Chantal Meiland terugkijken. De kerstspecial van Chantal Meiland. De kerst met Chantal Meiland. Want die van dinsdag en donderdag moet ik nog terugkijken. Volgens mij donderdag en dinsdag is dat erop. En die van dinsdag ga ik nu terugkijken. Maar ik ga eerst even lekker ijskoffie maken. Ik heb de ijskoffie van de Douwe Egberts. Karamel zeezout. Die wil ik een keer gaan proberen met jullie. En laten zien dat die, hoe je dat moet maken. Het is echt super lekker. Nou, ik ga eerst even ijskoffie maken. En dan ga ik lekker Chantal Meiland kijken. Kijk hoe je dit moet doen. Maar ik doe het dan met melk. Dat vind ik lekkerder. Ik heb het al wel eerder gemaakt. Met water wordt het zo drapperig. Ik bedoel heel dun. Nou, ik heb een glas gepakt. En dan doe ik dit zakje doe ik erin. En dan doe ik het met melk roeren. Ik doe er maar één zakje in, want dat is genoeg. Want je hebt maar één zakje nodig. En dan moet ik even koude melk pakken. Want je moet wel koude melk gebruiken, want anders krijg je niet die schuimlaag van de karamel. Van de ijskoffie bedoel ik. Zo, voilà. Zo, nu moet ik dus de melk erin doen. En dan moet ik rustig gaan roeren ergens. Eerst ga ik even roeren. Anders krijg je geen schuimlaag als je niet gaat roeren. Zachtjes. En dan moet ik even snel gaan roeren. Eigenlijk super makkelijk om te maken en super lekker. Ik vind het eigenlijk super lekker. Ik heb nog nooit ijskoffie gemaakt met een zakje zeg maar van de Douwe Egberts. Maar het is echt super simpel en super makkelijk. Meestal haal ik mijn ijskoffies altijd wel bij de Starbucks of bij de Hema. Die ijskoffies vind ik echt super lekker. Die van de Hema vind ik vooral lekker omdat je zeg maar slagroom erop hebt. En je hebt lekkere chocolade. Wat je kunt kiezen of je kunt kiezen voor karamelkoffie of voor ja, chocolade of hazelnoot. En verschillende versies, soorten. Ik bedoel, verschillende soorten heb je. En in de zomer hadden ze ook de tompoes ijskoffie, de stroopwafel ijskoffie en ze hadden nog één soort. Alleen ik weet niet meer welke. Kijk, de schuim zie echt super goed. En nu doe ik er nog even slagroom op, want dan maakt het ook nog wel lekker. En ik ga deze lekkere frambozen aardbeien vlaaien voor opeten. Dat is wel een goede combinatie bij de ijskoffie, dus dat wordt smullen. En vanaf morgen ga ik echt weer gezond bezig zijn. Want met de feestdagen eet je best wel veel en zo. En dan kom je weer aan en zo. Daar baal ik altijd wel van. Maar met de feestdagen vind ik, het is maar één keer in het jaar. Dus dan mag je wel iets meer eten. Als je maar daarna weer gaat, gezond gaat leven. En sporten en dat soort dingen. Dus ja. Sowieso. Nou ja, ik vind jou ook. Ja, jij ook. Leuk. Dat is het.
Dit shoppinguitje kan een regelrecht succes worden genoemd. Met volle tassen en een voldaan gevoel gaan zij met vertrouwen het Zweedse gure winterse weer tegemoet. Ja, maar gillen. Nee, niet gillen. Voordat de familie naar het hoge noorden afreist, gaan ze eerst nog even langs bij oma die ze deze kerst zullen moeten missen. Nina is wel een beetje gek aan het doen. Aan het spelen. Wat doe je? Gekkie. Dat is voor menig mensen een grote bron van vakantiestress. Dus gaat Martien geconcentreerd aan de slag. Nu de koffer is, moet even kijken hoe dat werkt. Nou, wat is die nou weer? Wegwezen. Oh, dat is. Oh, dit komt heel mooi uit. Wie heet dat? Vetterijn. Nou, daar gaat hij. Mijn mens. Zit er een labeltje aan? Je moet alle labeltjes nog zelf gaan. Is goed. Nou, daar word je toch moe van. Weer onbekende bellen. Het is schandalig. Bepakt, bezat en vol zin in de vakantie begint de familie aan hun lange reis. Voor over 14 uur op hun bestemming te komen. Goedemorgen. Ik zit op 66. Hun kerstavontuur brengt ze naar de aangenomen plek in het Zwitserland. Gewoon uitkomen. Leven als een rendier volgen met Sami. Een sledentocht maken met huskies en het kerst. Met als ultiem hoogtepunt een ontmoeting met de kerstman. De eerste etappe brengt een kussenstok hebben. Steeds verder weg van de bewoonde wereld. Na een lange dag reizen, helemaal vanuit Hengelo, eindelijk bereikt. Oké, wat een leuk vuurtje. Reishuisje. Dit Zweedse houthakkershuisje zal voor 2 dagen hun thuis zijn. Het is inmiddels al bij 4:30 en ik ga mijn pyjama even lekker aandoen, want ik heb het koud en het is wel een lekker pyjama dag weer. Vies weer buiten, hele dag aan het regenen. Dus lekker Netflixen, lekker tv kijken, lekker chill. En ik laat mijn kerstcadeautjes zometeen ook nog aan jullie zien. Maar eerst ga ik mijn pyjama doen. Zo, ik heb mijn lekkere Onige weer aan van de Primark, de Tinkerbell Onige. En nu vertel ik jullie wat ik voor kerst heb gekregen, voor kerstcadeautjes. Ik heb van een goede vriend van mij heb ik een bol.com bon gekregen. En daar heb ik een blond Amsterdam bordje voor gekocht. Want ik ben helemaal fan van Blond Amsterdam. Ik vind die service echt super mooi van Blond Amsterdam. Die zien jullie nu in beeld. En verder heb ik ook nog van mijn vader heb ik lekkere warme sokken gekregen. Van dat schapen. Wol sokken, dat laat ik nou ook zien in beeld.
die zijn echt super warm. En ik heb heel vaak in de winter dat ik mijn voeten best wel snel koud krijg. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Die kan ik dan zeg maar naar het werk aandoen of naar school of zo. Of ja, als ik het gewoon koud heb overdag of gewoon lekker in bed. Want die kan je ook gewoon in bed gebruiken. Want in bed heb ik ook altijd bedsokken aan. Deze zijn gewoon van de Primark. En die ik van mijn vader heb gekregen. Dat zijn echt van die echte schapen sokken. Echt super warm. Qua dikte en zo. En goede sokken. Die niet snel stuk gaan. En wat heb ik verder nog gekregen? Het laatste item is wat ik van mijn moeder heb gekregen. Ik ben heel fan van Cincy horloges en zo. En ja, ik bedoel Cincy sieraden. Ik heb 2 horloges van de Cincy. En 2 armbandjes. Want bij de horloges krijg je altijd een armbandje bij. Dus ja. Kijk, dit horloge heb ik. En ik heb deze ook in blauw. Kijk, en dit is de blauwe. Ik moet morgen gewoon naar het werk. Want ik moet maandag, dinsdag, woensdag, donderdag werken. Maar donderdag moet ik tot 1 uur werken. 9 tot 1. En de rest van de dagen 9 tot 6. Waarom moet ik om donderdag... Waarom moet ik donderdag van 9 tot 1 werken? Omdat het... Oudejaarsavond is, heb ik het goed? Ja, oudejaarsavond. Dus daarom moet ik dat even... Kijk, dit zijn de oorbelletjes. Het zijn gewoon ringetjes en dan zeg maar met zo'n steentje. Zwart steentje. Glas eigenlijk. Echt glas. Het is zo'n korte week voor mij, zeg maar. Dus ja, dit was mijn video wel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo, ja, dikke blauwe duim omhoog. Nou, die gaan we net zeker doen. En tot de volgende video. Doei doei!